Dit is een gesmeden ouderwetse spijker. Ik weet niet precies hoe ze dat deden, maar ze zullen het wel eens in serie gemaakt hebben. En dan zit er, wat er opvalt, is dat vooral een lange, dunne punt aan zit. Dus het is een soort spietje die je in het hout slaat. Dan kan je je voorstellen dat die nerven van dat hout, het gaat uit elkaar. Dan sla je die spijker in en je drukt die nerven uit elkaar. Daar zit de kracht van de spijker. Maar als je hem een klein beetje terughaalt, die wig, dan is die los. Dus helemaal ideaal is zo'n ouderwetse spijker niet. Tegenwoordig hebben we draadnagels, die we ook spijkers noemen, en dat mag van mij hoor. Dat is een draad, die is overal even dik. Kijk. En dan zit een kop op en een punt aan. Makkelijk zat. Nou zit het spietje eigenlijk aan de punt. Hier drukt hij de nerf uit elkaar. En net voldoende om die hele lengte van die spijker, de dikte van die spijker, overal even dik, dus erin te slaan. Die punt is lekker makkelijk. Als je geen punt hebt, nou, dan wordt het iets moeilijker, want dan moet je die nerf, die moet je dan kapot slaan. Want die sla je plat. En dat zal met zo'n dun nageltje, ik heb hier een nagel van zo'n 5 centimeter, dat noemen we een tweeduims. En ongeveer 2,5 centimeter, 2,54, is een inch of een duim. De Nederlandse duim is geloof ik iets anders dan de Engelse duim. Maar hier heb je een tweeduim en een vierduims. Dus 4 maal 2,5, dat is 10 centimeter. Dus een vierduims. Dus eigenlijk zijn de spijkers in duimsmaten. Als je bij de gamma koopt, dan staan ze in millimeters. Maar die millimeters zijn afgeleid van de duimsmaat. En zo'n grote, hoeveel duim zal die zijn? Die is 5 duims. Dus van 4 naar 5 zie je al een enorm verschil. Maar als je hem naast elkaar houdt, dan zie je dat dit ongeveer 2,5 centimeter verschilt. Dit even ter informatie. Maar die punt, dat verhaal, dat is belangrijk. Want het splijten van dat hout, dat zie je heel vaak op van die snelle timmerkanalen. Die ze even snel laten zien. Kijk, hier splijt hij en zo doe je het en dan splijt hij niet. En je kan je voorstellen als zo'n dikke spijker hier vlak langs de kant van mijn houtje. Kijk, dan gaat die splijten. Dat voel je wel. En in het midden denk je nou, kijk, doe je het hier, dan zal die niet splijten. Maar doe je het op het eind, dan gaat die splijten. Dus dat even. En zit je langs de kant, dan gaat die splijten. Ga je op de kop een te grote doen, dan gaat hij ook splijten. Want als je twee latjes op elkaar hebt en je denkt ik neem een lekkere spijker, dat is heel goed en stevig, en nou, dan gaat hij hier al splijten en die onderste gaat splijten met zo'n dikke. Hoe lang moet je nou nemen eigenlijk? Dat is de eerste vraag. Je moet een spijker nemen, maar hoe lang moet je hem nemen? Ongeveer een regel is, als je bijvoorbeeld twee latjes op elkaar wil, van wat je, nou, dat is een keer, stel, ik heb een hele diepe en dan wil ik een dun latje op spijker. Even als voorbeeld. Dat dunne latje is 18 mm. Als je 2,5 keer de dikte van dat bovenste latje neemt, dat is zo'n ongeveer 5 A 6 centimeter, dan heb je goede lengte van de spijker. Dus je weet, van 5 centimeter heb je die spijkers, dus dan gebruik je 5 centimeter. Want anders zit je gelijk weer een duim langer. Het is 5, dan wordt het zo 7,5. En deze was 10, dus die is weer te groot. En dan zou die te klein zijn.
Want de volgende maat is gewoon 2,5 lang en dat is ongeveer zo'n 7,5 centimeter. Dat is de volgende maat van spijkers. Omdat het een duimsmaat is. Dit is 2 duims en dat wordt 3 duims. 3 maal 2,5 is ongeveer 7,5. Dat zit trouwens bij scharnieren ook. Dan meten ze de uitgeklapte scharnier en dan meet je de totaalmaten en die zijn in duimsmaten. Dus een 7,5 bij 7,5 is een scharnier die standaard in de handel is. Dus ik moet hier 2,5 en dat is dus ongeveer 5 centimeter. Kijk of ik het kan laten zien. Dus dit zou de lengte zijn van die spijker. Je kan hem ook een beetje schuin spijkeren. Kijk, want als je nou recht spijkert, dan kan je hem ook recht eruit trekken. Ga je hem nou schuin spijken, één zo en één zo, dan voel je wel aan dat als je dat zo spijkert, schuin, blijf liggen, en die zo, de tegenovergestelde richting, dat dit een stuk krachtiger wordt. Een schuine spijker slaan, dat noemen ze een schietspijker. Op dat splijten, ik laat even zien, dat als ik hier ga, kijk, dan ga je splijten. Dat is hartstikke logisch. Want dat uit elkaar drukken van die nerf, dat kan die hier niet meer hebben. Die heeft hier geen kracht. Doe ik het op dezelfde manier in het midden. Dan kan die zelfs ook nog splijten met zo'n dikke. Dat zie je maar weer. Dus hoe voorkom je dat? Door een gaatje voor te boren. Als ik een halve centimeter, zo'n 5 mm gat, nou dan kan ik dat wel doen. Met zo'n dikke. Nou, ga je naar het eind toe, nou dan neem ik even iets kleinere. Dit is iets minder dikke, maar doe ik dat hier. Nou, dan gaat hij splijten. Maar er is een truc voor. Er zijn eigenlijk een paar trucken voor om dat te voorkomen. Je kan met die kop dat kapot slaan. Nou, dit is te heftig. Dat gaat dus niet. Moet je dus een kleinere. Nou, deze zijn meer normaal. Als ik dit doe, dan splijt hij. Maar met deze is de kans groot dat het op deze manier, ga ik iets van de kant af ook nog. Kijk, nou doet hij het niet. Als ik hier nou met een grote spijker, nou hier op het eind, ik denk niet dat hij splijt. Zie je? Dat doet hij goed. Dat kan dus best. Hoe haal ik hem er nou weer uit? Door een ondersteunentje te geven en dan met je. Zo. Zie je weer uit. En zo kan het langs de kant. Kan hij dat niet hebben? Dus het is een kwestie van even wat blokjes bij elkaar zoeken en dan even met verschillende draadnagels proberen. Maar we hadden hier nog een trucje op het eind. Neem even die middelste. We kunnen dit doen met de kop, maar je kan hem ook omdraaien. En dan sla je de punt een beetje bot. Nou, het hielp wel, maar niet helemaal voldoende. Daar is hij te groot voor. We gaan eens kijken, als ik die punt nou erg bot maak. Ik doe wel eens een combinatie van dat met die kop erin slaan en die punt bot maken.
Nou, het ging de goede kant op. Was bijna goed. Dus dit is echt te dik. En dan ga ik eens kijken, als ik nou een ander lasje. Ik improviseer gewoon. Dit is nou een hele botte punt en ik ga dit doen. Kijken of dat helpt. Ja, het helpt al meer. Het is al, die is al kleiner dan deze. Dus de keuze is niet te dikke nagel. In verhouding, ik zou zeggen van, geef er een paar slagen op. Doe even dit, de kop. Oh, daar gaat hij al splijten. Dat is een heel slecht stukje hout alweer. Ik moet even een ander stukje hout zoeken. Ik heb hier nog een aardig stukje vuurhout. Als ik dat dan zo sla, met een botte punt, dan gaat het. Kijk. Dat lukt dan niet bij dit latje, maar deze is ietsje dikker, ietsje steviger. En dan wil ik dit eruit trekken, moet ik even wat meer steun hebben en dan gaat het. Dus als ik hier nou een flinke dikke in wil, een botte punt en de nerf kapot, dan gaat hij toch splijten. Dat is toch te heftig. Dus de keuze van spijker is ook heel belangrijk. Schietspijkers. Ik ga hier. Dit klosje heb ik al. Kijken of ik dat zo. Zo. En dan wil ik dit hier aan. Schuin een nagel inslaan. Hoe doe je dat? Je slaat hem eerst recht. Zo. En dan druk hem in de hoek die je hebben wil. Kijk, daar zit mijn schietspijker. Heb je nou een kromme nagel en je hebt geen spijkers meer, of je, dan kan je die recht slaan. Dan leg je hem gewoon op het hout. En dan die kant. Dan kan je hem toch min of meer weer gebruiken. Niet om geld te besparen, maar als je in een situatie zit dat je geen spijkers meer hebt, je moet nog spijkers hebben en je hebt nog krommen, dan kan je die gebruiken. Behalve de gewone spijkers die we gewoon zo kunnen kopen, zijn natuurlijk hele dunne. Ik heb dat wel eens van iemand en dat heeft een naam, maar er zit nauwelijks een kop op. Dat is bij meubelmakers altijd wel heel erg handig, dat je dus een spijker inslaat die waar weer stof overheen gaat of zo. Dat zijn hele dunne nageltjes. En waarom gebruiken die dunne nageltjes? Omdat je dan minder kans hebt dat er iets splijt. Kijk, wil je toch langs de kant en je hebt een heel dun nageltje. Kijk, dan kan het ook. Dus gaat hij met zo'n spijker, zo'n 2-duim spijker, splijten en je wilt toch daar spijkers hebben, dan zou je of andere spijkers moeten nemen of je moet ze voorboren. Kan natuurlijk ook. Kijk, nou kan ik hem daar al niet meer afkrijgen met mijn gewone klauwhamer. Even zo. Kijk, want deze nijptang is natuurlijk hartstikke scherp. En dan wil ik hem trekken en dan moet ik niet te hard indrukken, anders knijp ik hem af. Dat is een gevoelskwestie.
Dus je hebt verschillende maten tot hele kleintjes. Ik zou niet weten waar ik dat voor moest gebruiken, maar ik heb ze voor het geval. Heb je nou niet zo'n tekker, kan je die spijkers toch loskopen. Alleen ze zijn per doos geloof ik met 4000 stuks. Je hebt ze in verschillende maten, tot zo'n 60 mm. En dan zitten ze op een rijtje vastgeplakt, omdat ze in die tekker moeten. Nou, en dan is die kop ook niet zo groot. Dat is ook een voordeel. Dus ik gebruik deze spijkers ook wel. Als ik hier, ik heb hier op de plank een paar van die rijtjes liggen. Ga ik spijkeren, dan greep ik daarnaar. En dan heb je ook minder kans tot spleten. Deze heeft niet zo'n wigachtige punt. Is een beetje bottig. Maar voor glaslatten en dergelijke en dingetjes in elkaar te spijkeren, dan kan dat heel goed met zo'n tekker. En die heb je ook in verschillende maten, zoals u waarschijnlijk wel weet. En die heb je wat dunnere spijkertjes ook. Dus als je gewoon geen tekker hebt en je wil toch dit soort nagels hebben, dan zijn ze ook in alle maten in te kust en te keur te koop. Alleen moet je ze grotere aantallen kopen. In deze nagels van die tekkers heb je ook in twee soorten, dus gegalvaniseerde en roestvrij stalen. Dus wil je roestvrij stalen nagels, dat het niet gaat roesten bijvoorbeeld in eikenhout, is dat belangrijk. Want dat heeft een zuur wat erop reageert op gegalvaniseerde nagels. En dan krijg je van die zwartige vlekje in je eikenhout. Dus dan is dat wel belangrijk. Kijk, als we hier nou... En om, voordat je hem terug omslaat, die kop onder de houtoppervlakte krijgen, kan je dus met een drevel doen, maar je kan het ook met de kop van voor de volgende. Zo. Nou zit hij eronder. Als we nu aan de andere kant om gaan slaan, doen we dat in de lengte van de draad. Zo, plat. We nemen een drevel. Er zit een hol puntje aan, dat is voordat hij er niet afglipt. En je gaat naar de punt, op de punt. Hij is een beetje krom geslagen in het hout. We hebben hier twee klosjes. En die wil ik zo met vier spijkers aan elkaar spijken zoals het voorbeeld. Dit is in dit vierkant. Dus als we hier een lijntje trekken. En zo in het rond. Dan hebben we hier vier punten. Ik heb hier even willekeurig een vierkantje opgezet. Hier kunnen vier spijkers in. Maar deze zitten in de lengte van de nerf. Dus dan moet deze spijker een beetje daar komen. Dus ze zitten in die richting, zowel als in die richting. Want het klosje aan de andere kant zit er ook. Dus deze moeten verschillen. En deze moeten ook verschillen. Dus die gaat een beetje opzij. Even een beetje met naar buiten.
Nou, ik heb dat even aangegokt. Die zit er niet in één lijn. Deze zit er niet in één lijn. Scheelt iets minder dan die. Maar ook naar de andere kant zit het niet in één lijn. Iets onder de oppervlakte. Nou, hier zie je het goede voorbeeldje. Hier scheurt hij en hier scheurt hij. Dus dit op dat eind zo is het veel beter dat je dit laat doorlopen. En dan zie je dat die niet op deze scheurt. Deze zit iets te dicht bij de kant. Die gaat wel goed, omdat hij niet zo dicht bij de kant zit. Dus als we dit nou gaan omslaan. Vind ik deze nogal kwetsbaar. En dan slaan we hem. Het is een los huisje, dus. Ja. Zo. Ja. Ik ga deze niet omslaan omdat hij dan gaat scheuren. Dus in de praktijk zou ik hem dan toch nog kiezen om hem naar die kant in te slaan. Dat hoort dan niet, maar ja, als ik dat hier ga doen, dan splijt hij helemaal door. Dus nood breekt wet. Het wordt er niet mooier op, maar wel steviger. Dus je moet behoorlijk hard slaan, hè? Wil je hem uit elkaar slaan.